Welkom bij een nieuwe aflevering van Zomergoed. Nick Hogendorp is de gast. Hij is medeoprichter van de beste sportclub van Nederland, Triple Threat. Zij spelen een ontzettend belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren en kinderen in Haarlem. En wie kent hem niet? Hakim Sesamstraat. Hij heeft zijn eigen circus in Haarlem en speelde al in tientallen films en series. Maar wat is nou eigenlijk de gemene deler in alles wat hij doet? En wat heeft hij met Haarlem? Je komt erachter in deze nieuwe aflevering van Zomergoed. Welkom Hakim, welkom Nick. Dankjewel. Terwijl de zon hier ondergaat bij de dakkas en de damiaatjes op de achtergrond klinken. Hakim, wat doet de stad Haarlem met jou? Haarlem, dat is de stad waar ik geboren ben. Ik kom uit Algerije. Ik kom uit een heel klein dorp in Algerije. Bes betekent venkel. Waarom het zo heet, weet ik niet. Mijn wortels liggen in Algerije, mijn takken liggen hier, dus in Algerije, Bes. Mijn wortels, mijn takken zijn in Nederland. Dat zijn mijn kinderen. Dat zijn alle andere kinderen van Nederland. Ja. Sorry, niet dat ik die kinderen allemaal heb verwekt. Maak zijn, ik vermaak ze. ik heb soms... Dat ik droom dat ik dan loop ik op de Grote Houtstraat en dan ga ik over die brug bij de Houtplein en dan ben ik in mijn dorp. Dus eigenlijk ja, Haarlem is maakt een deel uit van mijn leven. Ik heb Haarlem geprobeerd te verlaten, maar Haarlem liet mij niet. Ja. Kijk je over de prachtige skyline van Haarlem, Nick. Ja. Wat voor gevoel krijg jij bij Haarlem? Wat gevoel? Thuisgevoel. Ik ben geboren in Amsterdam, omdat ik een drieling ben. Maar opgegroeid in Haarlem. Dus Haarlem is thuis. Als ik heb dat, hoe jij zegt, de kleine of grote Houtstraat. Als je de snelweg terugkomt Haarlem, zie je Haarlem-Zuid. Dat is voor mij thuis. Dat doe ik altijd met Haarlem. Wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt in deze stad? Het gekste. Om ook echt iets Haarlems te noemen met de bevrijdingspop. Toen was er de jeugd van tegenwoordig. En ik weet niet of je weet wat jeugd van tegenwoordig met Marshpits en Wall of Death doet. Ja. Toen gingen we met z'n allen, ik denk dat het op het veld 500 man stond. Vooraan allemaal jongeren. Wall of Death. Allemaal door het midden. En toen zeiden ze en 3, 2, en 3. En iedereen naar elkaar. En het voelde alsof je bij de 300 zat, die film. Dat je rent en dat je denkt, wij gaan jullie. En ik sprong over iemand heen. Op de volgende. En toen vielen we allemaal. Ik denk dat dat wel een van de gekste dingen is die ik heb meegemaakt hier in Haarlem. Heeft het je blauwe ogen gekost of valt het nog wel mee? Nee, ja, ik kwam dus zo met mijn voet op iemand. En dan, toen, daardoor landde ik zacht op iemand anders. Gelukkig iedereen wel weer netjes omhoog helpen. En dat niemand geblesseerd raakte. Maar ik kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Toch weer ervaring. Ja. We introduceren alle gasten in de Zomergoed met hun allereerste Instagram-foto. Eerst jouw foto, Hakim. Laten we even kijken naar het scherm. Dit is 6 jaar geleden. In China. Is dit in China? Ja, ik ging daar optreden. Ik was uitgenodigd voor Silk Road Festival. En toen heb ik daar ontmoet een operazanger. Ik heb zelf opgetreden en daarna heb ik hem zien spelen en toen heb ik met hem op het toneel een foto gemaakt. En het was fantastisch, het was heel mooi. Hij sprak geen woord Engels en ik geen woord, nou ik sprak wel een paar woorden Chinees. Ja. Ni hao ma, ni hao. En ik kende, je bent gek in het Chinees, ni se san jingping. Dat begreep hij niet en zei, Nishe San Jinping. De manier hoe je dat uitspreekt, want het kan iets heel anders betekenen. Zei hij. En toen heb ik Instagram ontdekt, maar ze hebben geen
daar, dat duurde een week voordat het op Instagram echt was. Want daar hebben ze een hele andere social media. Mm-hmm. Ze hebben alleen WeChat. Mm-hmm. En, dus dat was de eerste, ja, inderdaad. Laten we eens kijken naar de eerste foto van Triple Threat, de club waar jij actief bent. Dat is deze. Ja. Dit was 2013. Zo. Wat is het grootste verschil tussen toen en nu, Nick? Met Triple Threat? Ja. Ik denk dat het grootste verschil is tussen 2013 en nu. Dat de beweging die we toen wilden creëren, de community die we toen wilden creëren, de droom die we toen hadden, uitgekomen is. We hebben een basketbalvereniging met heel wat teams op het eredivisieniveau, zowel jongens als meisjes, ook een dames 1. We hebben een grote community, maar waar de droom vooral was, lag en wat onze vuur was, onze drive was, wij wilden jongeren stimuleren met passie. En ik denk dat het grootste verschil is dat we nu dat hebben gedaan en nog steeds bezig zijn om jongeren te stimuleren met passie. Ik denk dat dat het grootste is. Ja. We gaan het hebben over Triple Threat. Laten we eerst even kijken naar een video. Verkozen tot beste club van Nederland onder het kopje cultuur. Eerder wonnen jullie deze prijs al onder het kopje sport. Ja. Wat is de kracht van Triple Threat? De kracht van Triple Threat? Ik denk dat de kracht van Triple Threat echte liefde is. De echtheid ervan. Wat je merkt, of tenminste wat wij merken, als je persoonlijk contact hebt, merk je heel snel of iemand echt contact met jou hebt. Zoals Hakim bij mij op school, wat ik nog steeds herinner. En hoe je de kinderen entertaint. Of dat iemand iets van je nodig heeft of alleen maar iets wil zeggen. En ik denk dat de kracht van Triple Threat, dat wij bij de jongeren, omdat wij komen vandaan waar zij vandaan komen, wij weten waar zij mee dealen. En ik denk dat stukje echtheid, die wij echt proberen over te brengen, dat onze kracht is. Ja. En dat doen jullie door bijvoorbeeld het Next Gen programma. Ja. Jullie gaan Summer 21 organiseren. Ja. Daar praten we zo meteen verder over. Laten we even teruggaan in de tijd. Hè? Ja. De tijd dat Triple Threat ontstond. Mm-hmm. Je bent medeoprichter. Ja. Hoe is dat zo ontstaan en welke rol heb je daarin gespeeld? Het is ontstaan bij Stichting Stad door Okra. Okra die deed zijn afstudeerproject commerciële economie, sportmarketing. En die deed zijn eindstage bij Stichting Stad. En toen zat ik er eigenlijk altijd al naast. Mijn school ging niet zo heel goed. Ik was iets meer met basketbal bezig en ook de school ging wel heel goed. Dus ik zat er eigenlijk van het projectplan eigenlijk al als kleine jongen naast gewoon. En het is ontstaan met één zondag die Okra wilde organiseren. Basketbalworkshops, dansworkshops en muziek / lifestyles overkoepelende factor. En we merkten toen, ik heb toen meegeholpen in het organiseren, kleine dingen brengen op de dag van en meedoen en training geven en dat soort dingen. En we merkten dat er zoveel energie, animo en ook weer liefde van de buurt terugkregen. Dat we toen dachten van oké, één keer, we gaan kijken of we dit 6 keer kunnen doen. 6 keer, we kunnen kijken of we het hele jaar rond kunnen doen. Hele jaar rond, we kunnen kijken of we groter kunnen, meer jongeren bereiken, meer passie stimuleren. En ik was altijd met O en Philip daar in een de drive daarbij om dat vuurtje te verspreiden, zeg maar. En dat vuur is inmiddels een hele brand geworden. Ja, een positieve brand inderdaad. Helemaal uitgegroeid tot echt wel een ding hier in Haarlem. Heb je een voorbeeld van een indrukwekkende situatie die jij hebt meegemaakt? Wij hebben meegedaan aan Holland's Got Talent. Dat is een van de leuke situaties of indrukwekkende. Waarom? Is omdat wij waren basketbal als passie. Dat is eigenlijk gewoon normaal basketbal, gewoon competitie. Maar daarnaast deden we ook showbasketbal. En daar zat Philip bij, daar zat O bij, daar zat ik bij en Tevin. En wij zijn ook met z'n vier als broederschap, zeg maar, opgegroeid. Wij zeggen ook altijd, bloed maakt ons geen familie, maar dromen wel. Mooi, mooi, ja.
En wij deden dus naast het basketbal, dus competitie spelen, 5 keer in de week trainen, wedstrijd, dat soort dingen samen, zaten we ook in het showteam. En om die weg gezamenlijk te bewandelen en ook heel veel shows te doen, ook voor de postcode loterij, voor een Notorious IBE, gewoon dat altijd samen zijn, altijd samen in de kleedkamer, samen gefocust, samen visie, dat is echt ja, de meest indrukwekkende en nog steeds. Nee, nog een. Je broers, je hebt een drieling, hè? Ik ben zelf van de drieling, ja. En één eigen? Drie eigen. Ja. Oh, ja. Dus ik heb een broer en een zusje. Oh, Donnie en Kaylee. Ik dacht, ja. Drie, die leken. Ja. Ja. We lijken wel een beetje op elkaar, zou ik zo laten zien. Oké, okay. Maar dat straks. Ja. Hey, en vertel eens, waar doe jij het nou echt voor? Waarom werk je met zoveel passie aan Triple Threat? Wat is dat dan? Ik denk dat ik een passie heb voor structuur aanbrengen. En dat zowel in de levens van de jongeren, omdat ik dat zelf niet heb gehad. Ik heb zelf een best wel moeilijke jeugd gehad, ouders jong overleden. En mijn passie is om een ander mee te geven, omdat ik heb nu de kennis, ik heb de begeleiding gehad, om een ander mee te geven wat ik gemist heb. En ik vind het heel belangrijk dat een volgende Nick of misschien wel iemand heel anders, maar als ik hem een klein stukje mee zou kunnen geven en iets kunnen helpen van wat hij misschien thuis op school niet krijgt, dan ben ik al tot het plafond. Super, dat vind ik waardevol. Geweldig. Ja, enorm waardevol. En een onderdeel van Triple Threat en wat hier ook op aansluit, is dus dat Next Gen programma. Ja. Jullie leiden een nieuwe generatie op om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, maar ook ervoor zorgen dat jongeren zich kunnen ontwikkelen. Ja. Op welke manier proberen jullie dat te ondersteunen? Het Next Gen project, ja, het zegt het letterlijk, de Next Generation. En wij ondersteunen hun eigenlijk door een stukje persoonlijke begeleiding. Maar ze ook gewoon in bepaalde situaties te zetten om te kijken hoe ze zouden reageren. Het Next Gen project is ook... Een voorbeeld daarvan? Ja, we hebben heel veel voorbeelden. Wij moeten bijvoorbeeld vaak presenteren, een verhaal doen voor de gemeente, voor scholen. En we nemen altijd jongeren mee. En dan zeggen we gewoon, ga maar mee, kijk maar hoe wij het doen. En een last moment zeggen we, jij moet ook presenteren. Oh ja. En dan moet een iemand van 17 die stage loopt, moet ineens voor 200 mensen zeggen wat Triple Threat voor hem of haar betekent. Dat zijn kleine dingen, maar ook in het organiseren bijvoorbeeld, met het ondernemersprogramma wat we hebben. Dan zeggen we, jullie moeten je pitches voorbereiden en jullie moeten op dit tijdstip daar zijn. En dan zijn ze daar en dan zeggen we rijden een half uur die kant op en er staan 4 ondernemers en je moet ineens echt gaan pitchen. Dus dat soort dingen. Veel, maar ook gewoon persoonlijke begeleiding, met ze in gesprek gaan, kijken waar de kwaliteiten en ontwikkelingspunten liggen, kijken ook waar hun behoeftes liggen, want het verandert ook natuurlijk constant. De ene doet beleidskunde, de ander doet sportkunde, de ander doet social work. Die pool samen, elke keer gewoon kijken, in gesprek gaan, oké, wat kunnen we samen doen en hoe kunnen we jou helpen, stimuleren, maar ook soms prikkelen. Ja, inderdaad. Vooral uit je comfortzone dus, ja. Want daar kun je naar groeien. Ja, ja, inderdaad. Ik zag op jullie website negatieve patronen doorbreken. Ja. Maar waar moet je dan aan denken en hoe doorbreek je zo'n negatief patroon bij een jongere die niet uit een heel welvarend gezin komt bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat alles te maken heeft met rolmodellen. Ik had laatst ook wel best wel veel gesprekken over met jongens, maar ook met mij, met ouderen, met wie ik een interessante gesprek van waarom doen we nou eigenlijk wat we doen? Of waarom gaat iemand, een jong iemand nou de criminaliteit op? En waarom ga ik nou bijvoorbeeld basketbal op? En waarom gaat die nou? En als je dan kijkt en denkt van, maar wie heeft die jongen dan om zich heen? Die jongen in de criminaliteit heeft om zich heen jongens die uitslapen tot 3:30, die tot de nacht doorgaan. Dus hij ziet dat. Ja. Het is logisch dat hij dat gaat doen, want hij ziet niet de andere kant van jongens die positief bezig zijn, die gaan trainen, die zijn aan het ondernemen, die naar school gaan. Dus ik denk dat dat alles te maken heeft met rolmodellen. En wij denken en wij geloven erin dat als jij te maken hebt met een rolmodel, een positief rolmodel, dat die op den duur, als die elke keer er voor jou is, echt naar jou luistert, echt een band met jou opbouwt, dat je zo een negatief patroon kan verbreken en ook vanuit intrinsieke motivatie. Niet door te zeggen, hey, je moet dit doen, want dit is beter. Nee, iemand moet gaan denken, hey, ik wil helemaal niet tot 4:00 uitslapen, want dan mis ik de helft van mijn dag. En ik wil werken aan mijn droom. Ik wil profvoetballer worden. Ik wil kunstenaar worden. Ik wil gitarist worden. Zo denken we dat, of geloven wij daarin om dat te doen. Ja, en op welke manier zie jij de jongeren en de jongvolwassenen zich ontwikkelen en veranderen? Ja, je ziet het vooral in, een goed voorbeeld is Shadi. Die kwam bijvoorbeeld bij ons binnen vorig jaar september om zijn eindstage te doen. Een best wel ingetogen jongen.
En naarmate zijn stage bij ons, zijn tijd bij ons, merkte je gewoon dat hij veel opener werd, meer dingen oppakte. En ik ergens in de helft van de stage vroeg ik aan Shadi van, hey Shadi, hoe gaat het met je? Wat vind je er nou eigenlijk van? En hij bloeide helemaal op. Hij zei, ja, sinds ik hier ben, sinds ik met gemotiveerde jongens ben, in mijn omgeving ben en mijn peers en de next gen, dan ik wil ook meer. Ik wil me ook bewijzen. Ik wil ook. En dat zie je, dat is dan één voorbeeld. En zo hebben we nog 10 voorbeelden van jongeren die elkaar ook versterken en eigenlijk een soort positieve spiraal creëren. Ja, dus zo zien we natuurlijk. Ja. Ja. Deze zomer, Summer 21, dat is een 6-weekse zomerprogramma. 32 activiteiten jullie gratis gaan aanbieden. Sport, cultuur en educatie. Ja. Wat is de impact die jullie willen maken met de Summer 21? Summer 21 is in het leven geroepen om eigenlijk de jeugd een boost weer te geven. Natuurlijk door het coronajaar hebben heel veel jeugd het zwaar gehad. Ze hebben veel moeten inleveren. Vrijheid, veel sociale contacten. Ze konden niet sporten, ze konden niet naar school. En we willen ze op deze manier een boost weer geven van, hey jongens, als het kan, als het mag, kom sporten. Ga iets leuks doen. Stel voor, je kan niet op vakantie, wat heel veel jongens nu niet kunnen. Ze kunnen niet naar Marokko, Marokko is rood. Ze kunnen niet terug, ze kunnen niet. Dus en dan hebben wij zoiets van, oké, wij zorgen ervoor dat er heel veel activiteiten zijn en niet het standaard voetbal en basketbal. Maar ook freestyle BMX'en, ook gamen, ook allemaal dat soort dingen. Maakt niet uit wat je leuk vindt, kom gewoon bij ons en dan maken we er gewoon alsnog een leuke zomer van. Ja. Dus om iedereen te bieden wat ze misschien deze zomer zouden missen, net zoals wij ook vroeger toen we jong waren, dat je net niet mee kan naar dat schooltripje of dat je net niet naar de sportvereniging kan, willen wij juist open armen en iedereen ontvangen en gewoon een leuke zomer geven eigenlijk. Ja. Hakim, ik heb het idee dat de idealen van Circus Hakim en Triple Threat best wel overeen komen. De gedachte of de energie is hetzelfde. Alleen in de praktijk misschien ietsje anders. Maar in principe wel, ja, ja. Zeker. En ik vind het eigenlijk... Hij is jonger. Hij heeft energie. Ja, ja. Wat ben je... Als ik vragen mag? Hoe oud denk je dat ik ben? Die is moeilijk, hè? Kijk uit ook, hè? 49. Ik word 65. 65? 27 juli, ja. Ik ben een dag later jarig, 28 juli. Zijn leeuwen? Ja. Ik voel een verbond, Wat zijn de grote dromen van Triple Threat? Nu een sporthal. Wij willen een multifunctioneel complex waarbij we eigenlijk alles wat we doen, dus sport, cultuur, educatie, maar eigenlijk een hele weerspiegeling van Schalkwijk samen willen brengen in één multifunctioneel complex. Dat is nu onze droom waar we hard aan werken. Mm-hmm. Dan hebben we een vaste plek en dan kan je ook eigenlijk bouwen. Dan kan je Schalkwijk naar onze dromen echt. Vanaf daar ga je eigenlijk. Nu zit allemaal puzzelstukjes bij elkaar zetten en het lukt allemaal. Ja. Maar het liefst heb je één plek waar alles samenkomt, waarvan iedereen weet dat is de plek. Ook van buitenaf, Amsterdam, Rotterdam. Maakt niet uit, dat is de plek waar het gebeurt. Daar is basketbal, daar is voetbal, maar daar is ook trefbal. Daar is muziek, daar is kunst, sport, allemaal bij elkaar. Wie of wat heb je daarvoor nodig? Plek, ja. Geld en een hal. Okay. En een bouw. Het is best wel een moeilijk proces. Als we kijken naar hoe sporthallen gebouwd zijn, hier duurt het vaak 10 jaar, langer 15 jaar. En we zijn er al best wel wat jaren mee bezig. Maar het balletje begint wel al te rollen. Mijn broertje zelf, die is er ook mee bezig als bouwkundige. Maar er zijn ook heel veel ondernemers die aangesloten zijn. Okra natuurlijk, heel inspirerend persoon die daar elke keer weer... het vuurtje ergens aanwakkert. En bij de gemeente die dat ook nu wel wat meer op aangaat, ja. Begint het balletje te rollen, maar het is gewoon een heel moeizaam proces. Het is natuurlijk ook logisch, wat wij onze droom willen, dat zet je niet zomaar even neer. Nee. Nee. Dus dat is ook allemaal heel logisch, maar het begint wel al te rollen. Stap voor stap, laten we hopen dat die hal er gaat komen. Ja, inshallah. Goed, mooi. Toch? Ja, fantastisch gezegd, kijk, ik was helemaal... geboeid aan het luisteren naar jou. Ja. Ik vind weinig... Er zijn misschien nog meer mensen zoals jij die dat doen, maar... Dankjewel. Als ik jou zie en ik hoor je zo praten, denk ik, nou... Er zijn toch veel mensen die denken net als ik. Ja.
Ik ben trots op je. Dankjewel. Ja. Dat doet me echt wat. Van als jij als legend voor ons, Hakim de legend van school, die energie die je daar op dat podiumpje had, yeah, met diezelfde energie gaan wij naar voren. Je, nee, maar ik vind echt, je hebt een hele mooie energie. Ik denk dat balletje, dat ben jij. Ja. Dankjewel. En je rondgaan. Dus, ja, dat is toch mooi. Ja. Dankjewel. Mooi. Onze verslaggever Barry Huis is nieuwsgierig wat de Haarlemmers doen deze zomer en gaat even langs om te gluren. Rudy heeft mij gevraagd de zomer bij jou in de huiskamer te brengen. Je kan veel beter in deze auto zitten, want het is bloedheet. Airco is er niet. De zwarte auto, ramen dicht, want anders versta je me niet. Maar mag de pret niet drukken, want we gaan nu naar Bloemendaal. En het liefst naar Bloemendaal strand om eens even te kijken hoe het daar aan toe gaat. Dus wij gaan daar gewoon even gluren. Het was even spannend of dit item wel ging lukken, want we hadden geen batterijen. Nou zag ik hier een reddingsbrigade. Ik denk, ga even kijken of zij batterijen hebben. Maar ze hebben niet alleen batterijen, maar ze kunnen ook bij jou de zomer in de huiskamer brengen. Dus ik denk, even gluren. Wat is hier nou aan de hand achter ons? Ja, we zijn niet echt aan het uitdrukken. Je ziet ook dat het toch een beetje rustig aangaat. Ik wil het zeggen, als er iemand verzuipt en iedereen doet zo, kan een man. Dan zijn we wel een stuk sneller. Ja. Wat er nu gebeurt is, we zijn bezig met onze wekelijkse oefenavond. Uh-huh. Daar leiden we onze jeugd op. En we toetsen de hogere opgeleiden in hun competentie en zorgen dat ze vaardig blijven. En dan is de bedoeling dat deze jonge leiders, deze jonge crew, dat die uiteindelijk... Ja, door gaan groeien om het van ons over te nemen. Hey, en ik mag het eigenlijk niet vragen, maar verdient het nou een beetje? Nou, we verdienen helemaal niks. Want het is niemand hier? Helemaal vrijwillig. Kun jij dus aannemen? We gaan de jetski lanceren. De jetski lanceren? Ja, dus we gaan nu het water in, dan kan hij eraf. Wat we net gezien hebben hier, hè? Dat met die lancering, is dat allemaal goed gegaan? Ja, dat gaat prima. Kijk, ze doen het lekker rustig aan, we hebben geen haast. Dus als wij enorm paniek gaan maken, dan raakt het strand ook in paniek, want dan denk je, het is allemaal aan de hand. Ja. Omdat zo'n strand ziet, het gaat rustig, het gaat beheerst, het gaat professioneel. Dus hier is dat er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Wat ik leuk vind, is dat het vooral een jonge ploeg is. Het zijn gemengde personen, het zijn mensen die naar de universiteit gaan, het zijn mensen die keihard aan het werk zijn elke dag. Het zijn allemaal mensen door elkaar heen. Dat vind ik gewoon mooi. Jullie doen het allemaal vrijwillig, maar waar hou je de tijd vandaan? Want wat doe je zelf in het dagelijks leven? Ik ben zelf boer. Dagelijks ben ik interim plan manager en hou me bezig met de coronavaccinatie normaal. Dus je gaat eigenlijk van een heel erg saai naar supercool? Het is bijna heel cool. Zo ben ik surfinstructeur en het dagelijks leven studeer. Dat is toch onwijs indrukwekkend. En dat gewoon in je eigen Bloemendaal, jongens. We gaan eens even kijken wat andere mensen hiervan vinden. Is er niet wat voor jou, denk je? Reddingsbrigade. Ja, ik ben niet zo heel sportief. Hoi. Hoi. Is dit een beetje het gebeuren, een beetje zien gebeuren hier? Ja, we hebben zeker zien gebeuren. Wat denk je nou gemiddeld wat zij verdienen? Ik denk dat ze helemaal niks verdienen. Dat klopt inderdaad, ja. Verbaas ik je niet? Nee, absoluut niet, want we zijn sponsor van hun. Maar we zitten vaak aan de zeker, dus we zijn al erg blij als ze erbij zijn. Dus dit is een tastbaar iets. Deze mensen doen goed werk. En als wij aan het strand zitten en er zitten muien en zo, dan zitten deze mensen letten op. En die kijken echt dat onze kinderen niet verdrinken, hè Boef? We gaan van de ene leeuw naar de andere leeuw. Hakim, welkom. Ik ben... ontzettend trots dat je te gast wil zijn in Zomergoed. Met heel veel verschillende dingen. Acteur, schrijver, theatermaker, regisseur. Is er een gemene deler in alles wat jij doet? Is er iets wat je wil bereiken bij jouw publiek, bij je fans, bij je kijkers, bij je theaterbezoekers? Dat overeenkomt? Ik denk dat ik wil iets bereiken bij mezelf. Oké. Dat is het eigenlijk. Ja, je doet wat hij zei net, dingen die hij heeft gemist als kind, wil je geven. Dat begrijp ik. Ik ben geboren in een land waar toen oorlog was met Frankrijk. Ik ben een war child. Algerije? Ja, ik heb mensen dood zien gaan. Ik heb mensen zien vertrekken. Ik liep naast een jongetje van een jaar of zeven toen. En hij liep ietsje verder. Ik was met hem en ik liep daar. En hij liep op een mijn. Een ontploffing in zijn been was hij kwijt. Hij was niet dood, maar ik zag hem zo voor me. Dus ik noem een paar dingen, maar... Je kan getraumatiseerd worden, je kan een beul worden, dat je juist gaat de negatieve energie, maar je kan ook dat je dat als ervaring, dat je dat als, ja, dat je denkt, dit wil ik niet bij een andere, ik wil andere dingen doen, ik wil aan dat kind, eigenlijk alles wat ik nu doe, en doe ik voor dat kind dat ik ooit was, veel volwassenen vergeten dat ze ooit kinderen waren,
zeg Saint-Exupéry van de Kleine Prins. Dat is een fantastische ode aan de kindertijd. Ja. Dus eigenlijk, ja, je... En iedere keer als een kind blij is, dan ben jij ook als kind blij. Dus ik herken precies wat hij zegt, wat Nick toch? Ja. En komt het omdat je dan terugdenkt aan vroeger? Ja, ik denk dat vroeger laat mij niet los. Ik denk dat wat we hebben is wat we vroeger... Het verleden is het enige wat we hebben. Heden bestaat niet. Heden is een transitie tussen vroeger. Alles wat we nu doen is een soort kraan en het loopt steeds naar het verleden. Dus wat ik nu heb gezegd over Nick is nu kleine verleden tijd. Mm-hmm. Dus eigenlijk in de toekomst bestaat niet. Maar dat betekent niet dat we nu niet leven. Je leeft hier en nu. Maar je bent gemaakt het grotendeel uit het verleden. Verleden niet op een negatieve manier, verleden tijd en zo. Maar ja, verleden is een soort licht dat die je pad verlicht. Ja. Dat je weet waar je vandaan komt en je weet een beetje waar je naartoe gaat. En en als je iets doet en dan kom je mensen tegen op straat die zeggen ja, respect of dankjewel voor wat je hebt gedaan. En, ja, dat is wat we nodig hebben. En dat merk je nu in deze tijd, hoe hard we elkaar nodig hebben. Ja. We missen elkaar, sociale contact. Ook soms om het leven zuur te maken. Bij een ander mis je het ook. Je mist gewoon... Ja, we zijn gemaakt om met elkaar te zijn. En op een goede manier. En, ja. En ik denk dat... Ik hoop dat corona heeft... Nou ja, corona. Wat we nu meemaken, dat het... Ja, je merkt dat het... Ja, dingen zijn niet vanzelfsprekend. Dingen kunnen zo weg. Ja. En cultuur brengt de mensen bij elkaar. Ja. Cultuur, sport, verenigt mensen. En dat is... Dus, I join you. Ja, mooi. Eigenaar van Circus Hakim, dat is een culturele broedplaats met een eigen theater. Wat hoop je nou dat kinderen, maar ook volwassenen zeggen als ze een bezoek hebben gebracht aan Circus Hakim? Ik hoop dat ze zeggen, ik ben verwonderd. Dat is, ik denk, verwondering is wat sommige volwassenen missen soms. Wat kinderen altijd nog hebben. Ja, en dat ze terug willen komen. En, dat ze 20 jaar later nog herinneren. Ja, ja dat... dat hoop ik. Ja. Ik denk dat, dat zulke plekken, niet alleen mijn plek, maar meer moeten bestaan, zijn plek ook. Dat is eigenlijk wat waar we vaak over hebben van ja, ze hebben het over inburgeren en mensen bij elkaar brengen. Ik denk dat dit soort plekken, die verbroederen, die brengen mensen bij elkaar en dan. Ja, de rolmodellen, wat hij noemde net, nou ja, en de leegte maakt vaak dat mensen gaan zoeken naar een makkelijk pad. En dat zijn vaak dichter bij de jongeren, veel dichterbij dan het goede pad. Dat kost tijd, alles wat mooi is, kost meer tijd. Ja. Kost tijd en kost energie. Ja. Een boom om te groeien heeft tijd nodig om te groeien. Vuil kan zo ontstaan. Ja. Gooit zo. Ja, ja. Herken je dat? Ja, in de woorden van Hakim, een boom heeft tijd nodig om te groeien. Het heeft water nodig. Het heeft boom eten nodig. Want het is niet alleen water. Het heeft zonlicht nodig. En vuil zo gemaakt. Een blikje drink je op en je gooit hem weg. Ja. En het is lelijk op straat. En dat merk je heel erg bij de jongeren. En het pad dat ze kiezen is een goede baan. Of je ziet iemand met een goede baan, maar dat is zo ver weg. Diegene die goede baan heeft of daar al is, die influencer, die hebben al water gegeven. Al 10 jaar. Die hebben al 10 jaar zonlicht gepakt. Die hebben al 10 jaar voeding gekregen. En dat gebeurt niet in één keer. Maar dat blikje, die kan je snel pakken. Die is heel dichtbij. En helemaal als dat je omgeving ook meer blikjes verkoopt dan boomzaadjes. Zegt,
Kijk, mensen kijken vaak naar degene als hij ergens gekomen is. Maar ze weten niet dat een hele weg heeft die persoon bewandeld om daar te komen. Ja. Dat die boom inderdaad hier, dat die daar staat. We lopen vaak langs dingen, maar die boom heeft jaren gemaakt om daar te komen. We willen rijk, veel jongeren willen rijk worden. Mm-hmm. Zoals ik zeg vaak, je kan iemand rijk maken in 1 minuut, maar je kan hem ook arm maken in 1 minuut. Ja. Maar iemand cultiveren kost je tijd, maar je kan hem niet arm maken, je kan hem die cultuur kan je niet in 1 seconde weghalen. Alles wat tijd nodig heeft, blijft langer. Ja. En alles wat snel komt, de harder they come, de harder they fall, they go, zoiets. Ja. Dat is het. Ja. Dus alles wat snel komt, kan snel zo weg. Ja. En het is, kijk, ze zeggen, het is een Afrikaanse spreekwoord. De baobab, als de baobab is de grootste. Waarom is de baobab de grootste boom? Omdat hij nooit tegen de wind heeft geprobeerd te weerstand te maken. Dus er zijn winden, er zijn dingen, je moet niet te hard zijn dat je breekt. En je moet ook niet te slap zijn dat ze je kunnen wringen. Dus dat is het. Alles wat sterk is, wat wortels heeft, kan nooit zomaar. Mooi. Ja, supermooi. Nick, jij zei net al, ik werd opgegroeid met Hakim op tv al 20 jaar. Ja. Als we even kijken naar het scherm, dit ben ik namelijk, toen ik 1 jaar was. Ja. En Hakim, hier keek ik naar jou. Ik keek hier naar Sesamstraat. Ik zag je toen kijken. Ja, dat dacht ik al. Hoe is het om een rol te spelen in de ontwikkeling van zoveel Nederlandse kinderen? Zie mij, zie Nick. Hoe vind je dat? Eerlijk gezegd, ik heb nooit bij stilgestaan. Het is pas later dat je dat voelt. Tegelijkertijd maakt je ook ouder. Je denkt, ik ben een soort Sinterklaas of weet ik veel. Maar ik heb het meer ervaren gewoon, zoals ik al zei, ik deed wat ik leuk vond. Mm-hmm. Dat was mijn passie, spelen, theater doen. En ik volgde mijn instinct, mijn intuïtie. En ik ben daar terecht gekomen waar ik dat jongetje uit Best in the middle of nowhere, echt waar mijn oma geloofde dat de aarde plat was. En als je te ver loopt, dan val je in de niets. En dan kom je in een land die ontwikkeld is, waar ik alleen die kennis van televisie, Cruijff en Van Gogh en Kaas en Molens. Mm. Dan kom je hier en dan maak je het. Ik kan best trots op mezelf zijn. Yeah. En mijn ouders zijn ook trots op mij. Maar je geeft aan, ik ben nu wat ouder en ik besef me nu dat ik zo'n rol heb gespeeld in de jeugd van zoveel Nederlandse kinderen. Wat doet dat dan met je als je dit soort verhalen hoort? En wij zijn ongetwijfeld niet de enige die dit wel eens verteld hebben. Wat doet het met mij nou? Soms ik besef niet, ik ben nog steeds hetzelfde, maar soms besef ik niet. Sommige mensen zeggen, maar je weet, jij bent een voorbeeld voor mensen. Legend. Maar als ik alleen ben, ben ik gewoon weer dat jongetje uit Best die nog steeds probeert, nog een stukje droom. Ja. Die droom blijft er nog steeds. En weet je, soms kom ik mensen tegen dan, de mensen die ik heb gekend. Minister Kok, Van Acht, de koning, de koningin. Ik heb ze allemaal ontmoet. Beatrix, Juliana, prins Bernhard, ministers, ambassadeurs. Ik heb veel gereisd. Dat heeft zoveel voor mij geopend. Dit vak, maar ook ikzelf. Want en je, eigenlijk, met andere woorden, je kan zien, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Je kan altijd iets bereiken. Eigenlijk normaal zou het een Nederlander kunnen zijn die hier geboren is en die kent de cultuur. Maar ik ben hier op mijn 20ste jaar gekomen. Ja. Nee, 23ste. En toch, als je iets doet uit je hart, bereik je mensen. Het maakt niet uit wat voor taal ze spreken. Ik heb mensen bereikt, dus er zijn Surinamers hier, er zijn Chinezen, er zijn Marokkanen, Turken, Antillianen, maakt niet uit. En die allemaal kijken naar jou en die hebben hetzelfde gevoel, maar ze zijn blij. Ja. En dat,
Dat is een stukje echtheid, hè? Ja, en dan ben ik blij, maar ik denk nog steeds altijd... Ik heb het niet gedaan zoals ik het wilde doen altijd. Ik mis altijd nog iets. Misschien is dat iets wat houdt je nog steeds. Ja. Want zodra je denkt, ja, het is klaar, dan is het gesloten boek en dan ben ik klaar. Dus ik ga door. Heel goed. Optimist tot aan de kist. Ja. Nou, heel goed. Ik ben zo meteen wel benieuwd welke dromen je nog meer hebt. Als we het hebben over de jeugd, hè. Jouw zoon treedt in jouw voetsporen. Hij is namelijk acteur. Wat doet het met je? Dat je je zoon ziet op een groot wit doek in de bioscoop. Ik zie mezelf. Ja? Ik zie mezelf. Wat ik heb gemist, heeft mijn zoon nu beter dan ik. Oh ja? Wat is dat dan? Wat heeft hij nu beter? Nou ja, structuur, warmte. Hij is geboren in een land waar veel meer mogelijkheden zijn dan mijn geboorteland. Hoewel ik geloof, het maakt niet uit waar je geboren bent. Mm-hmm. Je kan altijd iets bereiken. Misschien hoe moeilijker het is, hoe nog meer challenging is het om iets te bereiken. Omdat ik niks had, daarom ging ik nog veel harder werken. Je hebt hier alleen die fantasie, dus misschien als je te veel hebt, dat het vanzelfsprekend wordt bijna, denk je, morgen kan ik het doen. Ik ben geboren in een land waar je moet elke dag improviseren. Wat je nu hebt, kan morgen weg zijn. Ja. Ik zei ooit, mijn vader, het leven is een boom en iedere dag is een vrucht. En je moet het nu plukken, anders is morgen misschien voor ons. Dus zo ben ik, in die cultuur ben ik geboren. Maar als ik mijn zoon zie, dan denk ik, ja, ik ben trots op hem en ik ben blij. Hij heeft er zelf voor gekozen, want ik heb hem nooit echt geprobeerd als acteur te... Hij zag mij en ik heb vanaf zijn vierde jaar eigenlijk al gefilmd en... Hij wilde zo graag spelen, hij begon met imitatie van Michael Jackson. Ja, ja, echt waar, deed hij helemaal. En hij was, ja, ik weet niet, hij is zo gepassioneerd. En als ik hem zie, denk ik, ja, dit ben ik, maar mooi, hij is in het kwadraat. Hij is mooier. hij is relaxter. Ja. Volgens mij, als ik er niet meer zou zijn, dan is er nog een ander ik. Ja, mooi. Die het nog beter gaat maken. En wat zijn dan de vaderlijke adviezen die je aan hem meegeeft? Aan hem? Ja. Eigenlijk geen enkele advies. Nee, okay. Tenminste, ik, het is niet... Listen, zoon, promise me, son, not to do what I've done. Away from troubles. Dat is van Kenny Rogers, dat liedje, weet je. Nee, zoals ik ben, dan ziet hij het. En dan, volgens mij, hij ziet zijn ouders. Zijn moeder is ook fantastisch, we zijn uit elkaar. Mm-hmm. En ja, dan als de ouders oké zijn met hun zoon of met hun dochter, dan hoef je niet te gaan vertellen, dit moet je doen en dit moet je niet doen. Natuurlijk, soms vraagt hij dingen aan mij en dan zeg ik wat ik denk. Maar ik weet niet of het juiste, nee. Ik volgens mij denk ik dat de juiste keuze is. Want hij speelt nu in een serie waar ik ook speel. Ja. Ik speel als gast daar. En hij speelt, dat heet Hoedvlogs. En hij twijfelt. Ik zei, Arda, gewoon doen. Ik zei, je hebt niks te verliezen. Ik kan altijd een deur voor je open doen. Alleen als je het niet leuk vindt, dan moet je het niet doen. Ja. Maar en toen heeft hij het gedaan. Ja. Dus, goed gedaan. Nee, hij is nog bezig. Oh. En morgen moet ik toevallig met hem gaan draaien. Huh? Ik ben een snackbar eigenaar. Mooi man. En ik heet Mo. Oh ja. Je heet Mo. Voor de verandering, ik ben nog steeds altijd de buitenlander. Ja. En een Marokkaan. Ja. En ik ben geen Marokkaan. Ja. Maar het maakt me niet uit. Ja, Marokko, Algerije, hetzelfde. Dus Nou, lijkt me mooi om met je zoon te mogen spelen. En ook andersom natuurlijk, met je vader. Ik voel nog zoveel passie bij jou, Hakim. Wat is je grootste droom op dit moment? Wat zou je nog heel graag willen doen? Vliegen. Ja. Zou je nog niet aanraden hier? Ja, ik zou het echt zo willen. Nee, dit is trouwens een vies, fantastisch. Even tussen haakjes, het is een bijzondere uitzicht. Mooi, hè?
dit. Normaal zag ik de kerk niet van die kant, maar ik zag hem vanuit de V&D. Oh ja. Die bestaat helaas niet meer. Dat is ook een stukje cultuur. Ja. Toen ik naar Nederland kwam en ik was nog hier helemaal nieuw, ja, zat ik daar en ik kijk naar de kerk vanaf die kant. En dan, ik heb zo prachtige verhalen geschreven vanaf die kant. Maar het zou mooi zijn om nu vanaf die kant andere verhalen te schrijven. Ja. En je vroeg aan mij mijn droom. Ja, naast vliegen. Naast vliegen. Nou, ik wil graag muziek maken. Dat is de enige discipline die ik niet heb kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. Als kind had ik een gitaar. Eén dag kwam mijn broer met een gitaar. Ja. Ik wilde hem kopen. Maar uiteindelijk is hij van gedachten veranderd, mijn oude broer. Ja. Dus ik begon die dag te spelen. En ik begon echt met één snaar een liedje te spelen. Voor mij klonk het toen prachtig. En dan was hij weg. Maar de energie die je hebt als kind toen, die heb ik nu niet. Omdat ik alles heb. Ik heb nu een gitaar, een piano, een saxofoon, een mondharmonica, een percussie. Ik heb een elektrische gitaar. Maar toch, de energie. Ik pak het en ik speel even en ik leg hem neer en ik weer. En iedere keer denk ik, morgen ga ik beginnen. Het is dus... Dat is wat over mijn zoon. Die kan piano spelen, die zingt, die danst, die acteert. Dus die heeft bijna al die disciplines die ik niet heb. Dus muziek is voor mij... Ja. Ik wil graag muziek gaan leren. Ja. Mooie droom die je kan waarmaken, toch? Ja, Haarlem is een plek waar dromen waargemaakt worden. Of het nou is persoonlijk, of het nou is in Circus Hakim. Of het nou is bij Triple Threat. Ja. Het blijft een geweldige stad. Onwijs bedankt. Nick, heel veel succes gewenst. Bedankt. Hakim, onwijs bedankt. Het was een eer dat je aan wilde schuiven in dit programma. Ja, bedankt, Hakim. Nee, jij ook niet. Ik ben blij dat ik jou nu persoonlijk ken. Ja, cool. Ja. En bedankt voor het kijken. Volgende keer zijn we er weer. En tot zomers. Gaan we vliegen over Haarlem. Ja.